Op een druk bezet De Braakterrein werd het hoogste punt van de nieuwbouw van het Dr. Knippenmeer College gevierd. Volgend jaar september moet er een einde komen aan 55 jaar De Knip op de Nachtegaallaan en neemt de school haar intrek op Sport en Beleefcampus De Braak. Ik heb al een keer eerder in dit gebouw mogen rondlopen, alle verdiepingen mogen zien. En ik vind het wel heel gaaf om die beleving te krijgen wat de ruimtes zijn, hoe ze eruit gaan zien. En dat wat we op school allemaal voor wensen hebben mogen bedenken. Zien hoe hier de vertaling gemaakt is in deze bouw. En hoe is het nu om het oude gebouw binnenkort achter u te laten? Ja, daar zou ik wel een stukje extra aandacht voor willen. Want er is 55 jaar knipgebouw op de Nachtegaallaan goed gebruikt door iedereen. Er is geschiedenis geschreven, daar zijn mooie verhalen. Dus ik wil dat we de komende tijd gaan gebruiken om daar afscheid van te nemen. Dat doe je 1 door technisch in te pakken, maar 2 ook door een stukje afsluiten. Als de tijd van corona ons nog iets meer gunstig gezind is, dan heb ik ook nog wel hoop dat we daar een ludiek feest kunnen geven. Waarbij we misschien zelfs over kunnen gaan tot het uitnodigen van een aantal oud-leerlingen en of oud-collega's om dat afscheid echt een goede lancering te geven. Ik kijk er naar uit om jullie te laten zien hoe dit gebouw eruit ziet, hoe het voelt en wat je van binnen al kan zien. Dit is onderwijs waar ik enthousiast van word. Hier is contextrijk leren nog meer mogelijk. En hier is allerlei vormen van onderwijs die passen bij de tijdsgeest die we iedere keer verandert. Het is in dit gebouw mogelijk. Daar hebben jullie zelf je woorden bij mogen geven. De architect heeft daarvoor getekend. Er zijn plannen verder gekristalliseerd. En de vertaling begint achter mij zo vorm te krijgen. Ja, wij weten dat het gebouw in mei opgeleverd wordt. Ligt helemaal op schema. Dan gaan wij in de laatste weken van het schooljaar echt ook verhuizen. En dan gaan we echt openen in het eerste schooljaar, echte september schooljaar, dat we hier weer starten.